Iedereen maakt fouten, want fouten maken is gewoon menselijk. Ook ik maak fouten. Soms is dat bij een aankoop, soms is dat bij een belegging, maar soms ook bij video's op dit kanaal. En juist daarover wil ik het in deze video even gaan hebben. Want welke fouten heb ik nou de laatste tijd gemaakt en wat heb ik daarvan geleerd? Blijf zeker kijken, want ik kan jouw feedback goed gebruiken. Dus laten we beginnen met deze video. je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een een kanaal waarin we werken aan onze toekomst. Aan een toekomst waarin we er financieel beter op worden. Waar we meer geld en meer vrije tijd hebben in de toekomst. Maar het is ook heel belangrijk om af en toe even terug te gaan kijken naar waar kom ik vandaan. Welke stappen heb ik genomen. Hoe is dat gegaan en heb ik daarin fouten gemaakt. Ook dat heb ik gedaan de laatste tijd. En ik denk dat ik de afgelopen tijd wel een paar foutjes heb gemaakt. En die wil ik dus in deze video gaan bespreken. En dan heb ik het specifiek over de samenwerkingen. Ten eerste de samenwerking met ABN. En afgelopen week ook nog de video over die indicator. En bij beide video's zag ik wat negatieve reacties. Nou, negatieve reacties krijg je altijd wel onder een video. Want je kunt het eigenlijk nooit voor iedereen ook goed doen. Maar ik las ook wat reacties dat ik het juist voor het geld zou doen. Juist omdat ik een paar maanden geleden ben gestopt met werken. En dat is dus eigenlijk niet het geval. Dat is het eerste wat ik even weg wil nemen. Even uitleggen waarom het dan wel zo is. De reden dat ik die samenwerking had was gewoon omdat ik nu meer tijd heb om ja, dit soort dingen uit te zoeken, op te zetten. En daar eventueel ook op in te gaan. Want zoals ik gisteren nog in die video vertelde over spaargeld. Voordat ik de beslissing nam om te stoppen met werken. Heb ik natuurlijk eerst gezorgd dat ik een financiële buffer heb. Dat ik 18 tot 24 maanden vooruit kan zonder een inkomen. Dus. Daar hoef ik het niet voor te doen, maar het is dus juist dat ik nu de tijd heb om hier naar te kijken. En iedere dag krijg ik wel mailtjes van of ik interesse heb in een samenwerking. Nou, ik ga er eigenlijk nooit op in, heel vaak zijn het buitenlandse partijen, is sowieso al niet interessant. Heel vaak zijn het producten die misschien niet eens aansluiten bij jullie, dus dan ga ik er ook sowieso niet op in. Maar door juist een samenwerking aan te gaan, kan ik ook weer wat leren. Ook dat is nieuw voor mij en die informatie kan ik weer met jullie delen. Nou, dat gaan we dus doen in deze video. Het zijn wel fouten die ik wil gaan delen, maar daar kan ik ook weer iets van leren en hopelijk jullie ook trouwens. En trouwens, als je niet eerste stappen doet om iets te proberen, zul je ook geen fouten maken. Dus eigenlijk is het wel heel belangrijk dat je af en toe fouten maakt, maar nog veel belangrijker als je die maakt, dat je er ook van leert. Ten eerste mijn samenwerking met ABN. Uh, ABN heeft de laatste tijd, de laatste maanden met heel veel influencers. Een, een samenwerking gehad. Maar ook ik heb daar, ja, ben erop ingegaan. Ik heb hun aanbod bekeken. Ik heb gekeken, zit er iets tussen wat bij jullie past? Bij mijn doelgroep past? En ik denk zeker dat wanneer je in hun Northern Trust Fonds gaat uh, investeren... dat je dat zonder transactiekosten kunt doen... dat dat gewoon heel erg interessant is. Maar het is denk ik vooral de manier van communiceren... in die video van die boodschap die beter had gekund. En laat ook even weten in de reacties onder deze video... hoe jij daarover denkt. Wat was jouw mening? Wat heb jij voor tips van mij? Want ik ben zeer benieuwd naar jullie feedback... Want die die kan ik dan natuurlijk ook weer toepassen en van leren voor in de toekomst. Want tijdens die video heb ik toen een tekst besproken over hun aanbod. Nou, die tekst heb ik zelf geschreven. We hadden afgesproken dat ik een tekst zou maken, iets zou bespreken voor 30 seconden. Um, waar ik alleen niet rekening mee had gehouden, was toen ik die tekst had geschreven om te kijken hoe lang duurt het als ik dat op ga lezen. Nou, dat bleek een minuut te zijn. Dus dat is zeker wel iets waar ik van kan leren. Van Als ik zelf mijn teksten schrijf, kijk dan ook hoe lang het duurt en past dat ja, is dat niet te lang? Past het nog steeds bij de doelgroep? Uh, dat zijn dus echt wel, ja, dat is gewoon een heel goed leermoment. Maar ja, als ik het niet eerder had gedaan, had ik het waarschijnlijk ook nooit tegengekomen. Maar wat ik ook aan deze samenwerking heb gemerkt, is dat het gewoon heel veel tijd kost. Veel meer dan dat je denkt. Je moet namelijk zelf je teksten gaan schrijven. Uh, je moet die teksten, of je moet foto's gaan maken, bijvoorbeeld voor Instagram die plaatjes maken. Je moet dat soort dingen ook weer overleggen, want zo'n partij wil ook altijd kijken van... Wat ben je van plan om te vertellen? Is dat goed? Klopt dat? Heb je spelfouten, dat soort dingen? Uh, dus ja, dat kost gewoon veel meer tijd. En dat is dan als je al überhaupt de samenwerking hebt. Ook voordat je hem überhaupt hebt, moet je al heel veel contact houden, e-mails doen, uh, heel veel nadenken, voorstel doen. Dat kost gewoon veel meer tijd dan wat ik had gedacht. Dus dat is ook wederom een punt waar ik zelf vooral kan, van kan leren. Dat ja, iets lijkt ooit heel erg makkelijk. Er komt veel meer werk bij kijken dan dat je van tevoren zou denken. En ook dat weet je niet. Zeker wanneer het de eerste keer is. En afgelopen weekend had ik een video over die indicator met aankoop- en verkoopsignalen. Sommigen van jullie hebben het gisteren al gemerkt. Ik heb deze video nou offline gehaald. Ook daar waren wat negatieve reacties onder. En die kan ik eigenlijk ook wel begrijpen. Dus ik dacht, laat ik hem even offline halen. Misschien komt je op een later moment wel weer terug. Maar ik had het idee dat het wel interessant was voor jullie. Ik vond het zelf interessant. En ik dacht dat het ook bij veel van jullie zou aansluiten. Ook op Instagram heb ik dat gevraagd. Van meer dan 1000 reacties bleek meer dan 80% interesse te hebben. Maar uiteindelijk de video deed het niet zo heel goed. Het werd niet zo goed ontvangen. Dus ik denk ook vooral dat de manier waarop ik het verwoordde, het uh, onder de aandacht bracht, dat daar nog wat verbeterpunten in zitten. En wat denk ik belangrijk is om te zeggen: is dat het geen betaalde boodschap was. Het was iets waar ik voor werd gevraagd om het te testen, om te kijken of het bij mijn doelgroep paste. Nou, ik heb het een tijdje getest. Ik ben er heel erg enthousiast over. Ik gebruik het ook nog steeds. Gisteren heb ik nog aankopen gedaan. Grote kans dat ik vandaag ook wel weer ja, heb gekeken of überhaupt nog een aankoop of een verkoop heb gedaan. Dus ik denk ook wel zeker dat het iets is wat ja, bij jullie past, bij mijn doelgroep past. En ik gebruik in die video ook de teksten van exclusieve samenwerking. Wat ik daarmee bedoelde was dat alleen via mijn link. ...je die korting kon krijgen. Op een andere manier moet je de volle prijs betalen. Dus dat was eigenlijk wat ik daarmee bedoelde. En misschien had ik achteraf het eerst wat ja, in video's voorbij moeten laten komen. Dat ik automatisch jullie de vraag hadden gesteld van... ...wat is dat? Kan je iets meer vertellen? En dan pas die uitgebreide video te maken. Maar ik had besloten om maar meteen deze uitgebreide video te maken. Dat ik alles uitlegde waarom ik er enthousiast over was. Hoe het werkt. Zodat jullie eigenlijk meteen een volledig beeld kregen. Alleen wat ik van plan was en hoe jullie het ontvingen... Dat lag een beetje uit elkaar. Dus zo zie je maar, iedereen maakt fouten, ook ik maak fouten. Maar het is wel heel belangrijk, ik wil er alles aan doen om ervan te leren. Dus ook als jij fouten maakt, probeer er alles aan te doen om ervan te leren. En jij kunt me daarbij helpen door onder deze video even je feedback achter te laten. Ik lees eigenlijk altijd alle reacties, vaak. Of soms reageer ik ook wel als ik dat nodig vind. Maar laat in ieder geval daar je feedback achter. Dat zou ik altijd enorm waarderen. En de komende tijd ga ik dus geen nieuwe samenwerking meer aan. Ik ben eigenlijk wel gaan beseffen hoe fijn het is, de vrijheid die je hebt... Als ja, onafhankelijke content creator. En daar ga ik nu ook van genieten. Daar ga ik nu juist wel meer op inzetten misschien ook wel. En de enige samenwerking die ik nu heb is met CoinMurse voor mijn maandelijkse crypto-video. En natuurlijk onder ieder video staan wat affiliate links. Maar daar laat ik het bij. En dat is ook genoeg. Ik richt me vooral op de lange termijn. Denk aan mijn eigen content. Mijn eigen producten zoals de beleggers training. Dat zijn de dingen waar ik me de komende tijd weer volledig op ga richten. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt ook voor je feedback als je je al hebt achtergelaten. En laten we er iets moois van maken in de toekomst.